ben ik Sandra Sijs. Ik heb een eigen bedrijf. Het heet Lijfgoed. En ik maak lingerie op maat. En ik geef daarin les. Ik geef les in het maken van lingerie. En dat is op ieders eigen maat. En dat kan zijn voor vrouwen met hele grote boezem of kleine boezem. Het kan ook zijn voor vrouwen die een ziekte hebben gehad. Dus bijvoorbeeld eenborstig zijn. Ik leer van allerlei soorten mensen eigen lingerie maken. En je kunt doen op twee manieren. Je kunt lingerie leren maken, een soort naailes. Dan kom je wekelijks bij me terug. Of je neemt een workshop en dan heb je meestal 4 dagen. En ik heb 7 workshops. Dus van beginners tot vergevorderd. Mijn rol binnen tweeling is dat ik gevraagd ben of ik maatwerk kon leveren voor de bruid. En dat betekent dus dat ik voor de bruid een lingerie setje ga maken. Daar ga ik helemaal niks over vertellen. Klein tipje van de sluier. Voor mijzelf is het dat het toch weer net anders is als standaard. En ik heb al inderdaad iets gemaakt en dat zat niet naar mijn zin. Dat zat voor geen meter, om het maar even zo te zeggen. En dat maakt het alleen maar leuker om toch te gaan kijken of we het wel zo kunnen maken zoals ik eigenlijk ook wil dat het gewoon is. Ik maak geen confectiematen. Dus ik gebruik geen confectiematen, geen B75 of verzin maar wat je kunt kopen in de winkel. Ik meet je op of je nou een man of een vrouw bent. Ik heb een A4-velletje nodig om allerlei maten te meten. Naar aanleiding van die maten ga ik dus tekeningen maken, patronen maken. En het zo technisch maken dat het klopt met de persoon. Ja. En toevallig nu dan voor een bruid. Maar het kan ook zijn voor iemand die bijvoorbeeld één borst heeft. Of iemand die heel zwaar is. Of iemand die kanker heeft gehad. Of stoma heeft. Ja, je kunt van alles verzinnen. Ja, een heel mooi vak. Kijk je het dan uit met de tweeling? Eerlijk gezegd. het ding maken vind ik denk ik nog wel leuker dan er zijn. Dus gewoon omdat het me zo groot is, dan denk ik, oeps, het vliegt me misschien bijna aan. Maar de voorbereidingen, het weten dat ze straks, als ze daar ja gaat zeggen, ze heeft iets voor mij aan, ja, dat is een kick. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Dankjewel. Dankjewel.